Willem Rijmers, eigenlijk moet ik zeggen meneer Rijmers, op de Café Kennisdag een presentatie gehouden over gastvrijheid. Nu bent u denk ik op tv vooral bekend van restaurants en hotels. Maar u vertelde al, gastvrijheid is voor iedereen eigenlijk hetzelfde. Wat voor tip heeft u voor caféondernemers? Nou, gastvrijheid is universeel. Je moet zorgen dat je gast leuk binnenkomt en prima weggaat. En als je dus onderweg op straat tegenkomt en dan zeg je tegen hem, hoe was je avond, wat heb je gegeten? Dat hij alleen maar weet dat hij een prima avond heeft. Dus zorg dat het volledige belevingspakket in orde is. En dat begint met het gedrag van het personeel, met de manieren, met hoe ziet je uniform eruit? Is je personeel herkenbaar? Oh nee, medewerkers moet ik zeggen, zijn de medewerkers herkenbaar? En dan kun je een tent goed worden. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, nu gaf u heel leuk aan dat ook in de horeca het beste is als de vrouw de baas is. Kunt u dat uitleggen? Nou, vrouwen zijn over het algemeen veel harder. Dus het is veel beter als een vrouw de baas. En het hoeft niet vast omlijnd te zijn of vast omschreven. Maar als je met z'n tweeën een tent runt, zorg dat je vrouw, dat iedereen weet dat je vrouw de baas is. Want vrouwen zijn meesters in het vriendelijk onvriendelijke dingen zeggen. En kinderen, zei u, hè? Een doelgroep die onderschat wordt? Op twee manieren zijn vrouwen belangrijk. Het is net met kinderen, moet je het ze ook 20 keer vertellen. Daar zijn vrouwen ook heel goed in. En ten tweede zijn kinderen de klanten van de toekomst. En die worden veel te vaak vergeten. U noemde McDonald's als positief voorbeeld. En natuurlijk zeker in de horeca nog wel eens een verbazing daarover. Waarom? In onze branche is McDonald's altijd controversieel. Omdat wij vinden dat McDonald's is een vreedschuur. En McDonald's is misschien wel een vreedschuur, hartstikke goed. Maar het is de best geleide vreedschuur van Nederland. Het personeel is goed opgeleid. Het is altijd vriendelijk. Er komt niemand aan de balie zonder dat hij een complete training gehad heeft. En de kwaliteit van de producten staat altijd onder supervisie. Dus je krijgt daar prijs-kwaliteit verhouding, klopt. En de mensen zijn vriendelijk. Dus wat wil je meer? Een gast in de horeca moet behandeld worden als een gast. Maar toch zegt u, als ze zich niet gedragen als een gast, dan moet je ze eruit gooien. Vertelt u eens. De klant is koning. Dat betekent dat hij zich koninklijk moet gedragen. Maar wij zijn tegenwoordig keizer. Dat betekent dat wij ons keizerlijk moeten gedragen. Maar het is wel heel belangrijk dat die gast zich gedraagt. En het ontbreekt tegenwoordig heel vaak aan manieren. Zowel bij ons als bij de gast. En je hoeft niet alles te accepteren. Het is flauwekul dat je alles accepteert. Je mag best op je strepen staan. Want jouw tent is jouw territorium. En jij bepaalt wat er gebeurt. En dan kan ik me als horecaondernemer voorstellen van ja, heb ik een gast binnen en dan zal ik ook nog eens zeggen dat ik hem weer weg moet sturen. Dat doe ik dan toch niet? Dat bepaal je nog steeds zelf, of je een gast wel of niet wegstuurt. Hoe ver ligt jouw grens? Voor de ene ligt de grens helemaal onder bij zijn voeten en bij de andere mag het over zijn kop heen gaan. Die grens bepaal je zelf. Maar du moment dat een gast over jouw grens heen gaat, bepaal jij wat er gebeurt in jouw tent en dan stuur je hem toch weg. Want hij verpest het voor de rest. Een rotte appel in de mand maakt de hele mand verrot en dat is met je gasten precies hetzelfde. En nu had u het over de kleding. Hè? U zei al schoon is geen excuus. En u noemde al het t-shirt. De horecaondernemer of zijn personeel in een t-shirt. Dat kan niet, vindt u? T-shirt is ondergoed. T-shirt is geen uniform. Ik heb in mijn programma een restaurant maakt niet uit waar. Daar liepen de mensen in t-shirt, in ondergoed. En daar heb ik gewoon hele simpele witte blouses voor gekocht. En die kun je bij de Hema kopen, bij de Sena, bij de Hennis & Mouwens, Sam & Zorg zijn. En of het een tientje 7,5. En du momentje, die mensen die witte overhemden hadden, ook die witte blouse aan, dan zie je ze ook veranderen. Dan zie je, ze krijgen meer plezier in hun werk. Want ze zijn zelf ook iemand. Als je in zo'n vaal t-shirt rondloopt, dan ben je niemand. Dat is misschien goed voor de afwasser, omdat hij in die warme afwaskeuken staat. Dan begrijp ik dat je zo'n ding hebt. Maar als je aan het bedienen bent, dan ben je het uithangbord van je bedrijf. En als jij in je ondergoed rondloopt, dan ben je geen uithangbord van je bedrijf. Tot slot de discussie, althans de discussie, maar natuurlijk het verhaal over de goede zin. Hè? Als ondernemer het goede voorbeeld geven, hoe slecht het thuis ook gaat. Wat kunt u daarover vertellen? De goede zin, ja. Het is echt best wel eens moeilijk om je goede zin te bewaren en te laten zien aan de gasten. En ik heb er ook best wel eens begrip voor. Ik vond die kreet van mevrouw Linda van Purmerend vond ik briljant. Door iemand op zijn plaats te zeggen van moet je poepen, want je kijkt zo moeilijk. Ik zou het zelf niet zo snel zeggen, maar ik vond de kreet wel briljant. Om aan te geven dat zelfs als je problemen thuis hebt, je vriendin of weet ik wat, je man, vrouw, wat er ook mogen gebeuren. De gast heeft daar niets mee te maken. En dat het lastig is af en toe,
klopt. Fijn, moet je een ander vak kiezen. En u werd verwelkomd met het woordje hallo, maar dat gaan we niet doen, hè? Hallo is voor je vriendjes. En zolang ik in de horeca werk, heb ik zelden of nooit vriendjes bij mij in de zaak. Dus ik zeg tegen iedereen, dag mevrouw, dag meneer, ongeacht de leeftijd. En wat je ook merkt, althans om ons heen ziet, is dat tutoyeren steeds meer gewoon wordt. Daar bent u het ook niet mee eens, hè? Ik ben het apert mee oneens dat iedereen maar iedereen tutoyeert. Want het is gewoon onzin. Ik ben niet met u op school geweest. We hebben niet samen geknikkerd. We zijn niet op dezelfde boerderij opgegroeid. Prima, u bent meneer, ik ben meneer. En als wij later ooit een keer vriendjes worden, dan zal ik u met alle plezier tutoyeren, maar nu niet. Gastvrijheid is natuurlijk ook in het cafésegment even belangrijk als in de andere sectoren. Nou is er natuurlijk in de cafésector wel een ander contact met de gast. Hoe kijkt u daar tegenaan? Er is geen ander contact met de gast in de café, in een restaurant of in een hotel. Het primaire contact is dag mevrouw, dag meneer. Dat je in een café sneller komt tot een vriendschappelijke relatie, omdat je aan die bar hangt, omdat je leuke verhalen, dat het gezellig is en weet ik wat. Alle voorwaarden kan ik invullen, begrijp ik. Je hebt ook een veel directer contact met de gast dan bijvoorbeeld in een restaurant of in een hotel. Dus dat daar vriendschappen of vriendjes of weet ik wat ontstaan, vind ik prima. Tutoyeer ze daarna. Maar basis, mevrouw en meneer, en daarna komen de vriendschappen.